De lintjesregen, wat vond u ervan? Ja, bijzonder. Ik heb het 30 jaar mogen doen. En ik dacht van, nou, leuk geweest. Dat is altijd een hele voorbereiding. En toen ik afscheid nam als burgemeester van Apeldoorn in september 2011, dacht ik van, nou, 30 jaar hebben we heel wat lintjes uitgereikt. Ja, en dan word je hier als waarnemer benoemd. En dan mag je nog een keer. Dus het was keer 31, zullen we maar zeggen. En 24 stuks, dus dat is behoorlijk wat. Maar het is altijd leuk. Het is een van de leukste momenten van het jaar. Omdat mensen met list en bedrog naar het gemeentehuis worden getroggeld. En ik zeg altijd, er wordt nergens zoveel bedrogen als bij de lintjesregen. Gelogen en bedrogen. En als ze dan komen, ja, dan zijn ze natuurlijk allemaal heel vereerd en heel verrast. En ja, dat is leuk. Het is altijd leuk om mensen een lintje te mogen uitreiken. Buitengewoon. Gefeliciteerd met uw lintje. Ja, dank u wel. Ik ben er ook helemaal beduust van. Ik wist van niks. Ja. Wat betekent een lintje voor u? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is heel leuk dat het de eerste koningslintjes zijn. Dat vind ik wel heel leuk. En als ik het goed begrijp, bent u ook de oudste vandaag die een lintje heeft gekregen. Klopt dat? Ik ben de oudste, ja. Ja, bijna 90. Ja. Gefeliciteerd met uw lintje. Dankjewel. Waarvoor heeft u uw lintje gekregen? Nou, wat ik heb begrepen, vooral mijn vrijwilligerswerk bij verenigingen, startbaan, samenloop voor hoop. Nou, noem maar op. Voor Bovenkerk, ben ik voor Bovenkerk organiseren. Allemaal activiteiten. Bent u trots op uw lintje, dat u vandaag een lintje heeft gekregen? Natuurlijk, waarom zou je niet trots zijn op je lintje? Het is toch een waardering voor alles wat je hebt gedaan in het verleden en ik denk ook nog zal doen in de toekomst.